Zoals we in het vorige filmpje al hebben verteld, zijn we bezig met het verbeterplan voor de Zaanse brugbediening. Bijna alle extra camera's zijn op de bruggen geplaatst. De brugbedienaar krijgt uitleg over de werking en bediening van de nieuwe camera's op de bruggen. Als de camera's zijn aangebracht en de brugbedienaar is getraind, verdwijnen de tijdelijke verkeersregelaars van de bruggen. Maar ook het hele jaar door volgen de brugbedienaars trainingen om een vlotte en veilige doorvaart van scheepvaartverkeer mogelijk te maken. Nou, hier zijn we op de Centraal Post Zaanstad. Vanaf hier vandaan bedienen we 13 bruggen over de Zaan en over de Nauwenaarse Vaart. Als wij de brug schouwen, dan letten we uiteraard op dat het vlak tussen de slagbomen helemaal leeg is. Geen voetgangers, geen fietsers, geen automobilisten. Alleen dan kunnen wij veilig bedienen. Veiligheid staat bij de gemeente Zaanstad hoog in het vaandel. Daarom nemen wij alleen maar goed opgeleide brugbedienaars aan. Naast diverse nautische opleidingen krijgen ze een test om te kijken of ze de functie van brugbedienaar aankunnen. Deze test wordt elke 3 jaar herhaald. Elke brugbedienaar wordt langdurig ingewerkt om de bruggen op afstand te kunnen bedienen vanuit het havenkantoor. Voordat we brugbedienaar konden worden, hebben we een aantal testen moeten doorlopen. Een psychologische test, een gehoor- en zichttest en ook een aantal nautische leerlijnen. En dat zijn er voor ons 12 geweest. Ja, er wordt van ons verwacht dat we weten hoe de scheepvaart in elkaar zit en hoe het landverkeer werkt en hoe dat met elkaar in verhouding staat. En hoe daarop wordt gereageerd natuurlijk van beide kanten. En dan moeten wij dat in goede banen leiden en zo veilig mogelijk begeleiden. Kijk, hier komt de Betsy G aan met een vrachtbak. Die komt richting het spoor, die draait nu open. En dan is het geconcentreerd schouwen dat het bedienbare gedeelte vrij is. Hij negeert rood. De scooter gaat door het rode licht. Nu is het zaak dat we goed schouwen voordat we open de brug bedienen. Dat we alle hoeken hebben gehad. Is het vrij? Is het veilig bedienbaar? Als er niets tussen staat, dan kunnen we open de brug doen. Wij werken met een vaste bedienpatroon. Dat kennen we allemaal uit ons hoofd. Dat staat vastgelegd in een kwaliteitshandboek waar we altijd op kunnen raadplegen. Zoveel mogelijk schouwen en dan zo veilig mogelijk bedienen, dat is het belangrijkste van het werk. De volgende stap in het verbeterplan is het aanbrengen van de gele markeringsvlakken tussen de slagbomen. Dit gaat naar verwachting in de eerste week van december plaatsvinden.